Jarenlang waren parkeerplaatsen langs de snelwegen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens een populaire spot voor ladingdieven. Terwijl de chauffeur voor in de cabine lag te slapen, haalden zulke dieven ongemerkt achter de lading uit zijn wagen. De totale schade per jaar tientallen miljoenen euro's. Maar in de laatste jaren slapen chauffeurs een stuk veiliger, sinds op tientallen plekken tussen Rotterdam en Venlo een camerasysteem hangt. Met de software kan de politie ladingdieven snel herkennen. Het gevolg? Het aantal ladingdiefstallen langs de snelweg is drastisch afgenomen. Maar een deel van de ladingdieven heeft zijn werkterrein verplaatst, zoals de chauffeur van deze vrachtwagen aan de lijve zal ondervinden. De man werkt al jaren voor een groot transportbedrijf. Met zijn volgeladen truck rijdt hij woensdagavond 26 september van het vorig jaar het terrein op van een distributiecentrum in Veghel aan de Pater van den Elzenlaan. Hij zal laat die avond. Te laat om zijn lading nog te lossen. Nog een laatste check om te kijken of alles goed dicht zit. En dan slapen, zodat de boel er morgenochtend uit kan. Maar later die nacht duiken deze twee mannen opeens op bij het verlaten industrieterrein. Net buiten beeld verkennen ze de situatie rond de vrachtwagen. Na 5 minuten weten ze genoeg. 3 kwartier later laat het duo zich opnieuw zien. Het is dan 4 uur in de Veghelse nacht. En ze krijgen assistentie. Deze vrachtwagen en nog 2 mannen gaan helpen bij de ladingdiefstal. De buit? Dozen vol wasmiddelen, neusspray en zwangerschapstesten. De mannen moeten zo stil mogelijk werken, want op een paar meter afstand ligt de chauffeur in zijn cabine te slapen. Doos na doos na doos verdwijnt in hun wagen. Na een uur is de klus geklaard en vertrekken de 4, 2 weer lopend en 2 met de vrachtwagen. En de chauffeur heeft niets gemerkt. De volgende ochtend pas werd de diefstal ontdekt. En toen bleek dat er in dat ene uur 600 dozen met bijna 2.500 flessen wasmiddel waren meegenomen. En 240 flesjes Fix neusspray, 720 Fix inhalers en 360 zwangerschapstesten. Dat lijkt me wat veel voor eigen gebruik. Ladingdieven bieden hun buit meestal ergens te koop aan. Dat moet gebeurd zijn na 27 september 2012, de dag van de diefstal. De politie wil graag weten waar de lading misschien is aangeboden. Over de 4 ladingdieven zelf kunnen we niet veel zeggen. Er lopen er steeds 2 bij elkaar. Allemaal mannen met een normaal postuur en donkere kleren. En 2 van die mannen hebben een jas aan waar een lichtkleurige baan op lijkt te zitten. Vrij algemene signalementen dus helaas. Maar hun vrachtwagentje, dat is een stuk specifieker. Want dat zien we hier, daar staat een logo op. De politie heeft nog niet kunnen achterhalen waarvan dat is. Dus wie herkent dit logo? Het staat uiteraard ook op onze site, zodat u daar rustig op kunt gaan puzzelen. Herkent u het logo of weet u meer over de ladingdiefstal in Veghel in de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 september? Neem dan contact op via de tiplijn, via M of stuur digitaal een tip via de site. En ook de criminele inlichtingeneenheid is bereikbaar.